Hallo allemaal, leuk dat jullie naar mijn YouTube kanaal komen kijken. Mijn naam is Henk en vandaag hebben we allemaal mooie nieuwe Lego dozen binnengekregen. En die wil ik allemaal even één voor één aan jullie laten zien. In een volgende video's ga ik ze ook allemaal een keer voor jullie bouwen. Nou, niet allemaal, maar wel de mooiste die ik zelf heel erg mooi vind. Maar voor nu wil ik jullie alle dozen even laten zien. Laten we beginnen met de brandweerserie. Dit is de grootste Lego brandweerdoos die er op dit moment bij is. Er zijn er nog andere dozen. Laten we met deze doos beginnen. Het is natuurlijk brand in Lego City. Nieuwe brandweer ladderwagen zit erbij met een spuit erbij. En een echte knipperlichtje zit erbij. Nou, een brandweerman erbij, een helikopter. Een kraan erbij om het allemaal te repareren. De klok moest natuurlijk nog gered worden. Er zit zelfs een wc'tje bij, een Dixie. Kun je ook nog naar het toilet als brandweerman. Maar ja, dat hoort er ook allemaal bij natuurlijk. Hè? Laten we de doos maar eens omdraaien en eens kijken wat er op de achterkant staat. Nou, aan de achterkant staat natuurlijk een beetje hetzelfde als aan de voorkant. Alleen dan meer als zijnde dat je er dan mee aan het spelen bent. Als je het wat langer wil kijken, nou, zet je gewoon even lekker op pauze. Gaan wij ondertussen door naar de volgende doos. Dit is een maatje kleinere doos. Dus kijk, de brandweer gaat zelfs heel modern mee met een drone. Het wordt steeds mooier bij de brandweer. Nieuwe brandweerauto, ook met de knipperende lampjes erbij. Gaan we natuurlijk allemaal in de volgende video laten zien. Kijk, staat ook op de doos, light and sound, dus hij zal echt wel ook een brandweergeluidje geven. Het is een kleine kazerne, net wat ik zeg, met de drone erbij. Nou, even naar de achterkant van de doos kijken. Ja, ik vind het een prachtig setje. Het is weer eens wat anders. Elk jaar komt er natuurlijk een nieuwe brandweerserie en elk jaar zijn we toch weer verrast dat er weer van die mooie dingen bij zitten. Kijk, en dit is de volgende brandweerdoos die erbij zit. Ja, moeten we daarvan zeggen. Er staat een toren in de brand van de hamburgerketen. Ja, moet ook geblust worden. En je kunt natuurlijk van je eigen Lego er van alles nog wat zelf bij bouwen. Er zit een waterpomp bij, dus ik neem aan dat hij gewoon echt water kan spuiten. Maar ook dat gaan we natuurlijk in de volgende video proberen. Even naar de achterkant van de doos kijken. Kijk. Ja hoor, hij spuit volgens mij gewoon echt water. Nou, dat is toch leuk. Echt een geweldig leuke doos. Ja, laten we eens even kijken, wat hebben we nog meer nieuw binnengekregen vandaag? Laten we beginnen met de kleinste doos. Zie, gewoon een politieauto. Maar wel weer een hele mooie, een sportieve. Kijk, met een dubbele uitlaat. Er zitten pilonnen bij, heet dat met een mooi woord. Geen pionnen, maar dat noemen we pilonnen. Om een de weg af te zetten. Een helikopter met een schieter. Hier kan je dus de boef mee vangen. Oftewel de drone mee vangen. Zie, het is een beetje een dronevanger. Deze heeft de gouden brandweerman gepikt van het brandweerkazerne, denk ik. En ja, de politie gaat dat weer oplossen. Ook gewoon een heel leuk setje. En we hebben al eens vaker een helikopter gehad, maar deze ziet er toch wel weer een stuk moderner uit. Gaan we naar de volgende. Nou, een vliegtuig. Is die goed in beeld? Ja. Draai hem iets naar beneden. We hebben een vliegtuig met een parachutist. En de parachutist zie ik al. Dat is een beetje een boefje, denk ik, want die heeft geld meegenomen. Er zit weer een auto bij en een motor bij voor de politieachtervolging. Ik denk dat dit ook de achtervolging is. Met een parachute erbij. Nou, gaan we ook binnenkort een keer uit de doos halen, in elkaar zetten en eens kijken hoe de parachute werkt. Maar ik vind het wel een hele mooie straaljager. Want zo'n hele sportieve straaljager heb ik bij Lego nog niet gezien bij de politie. Dan hebben we deze doos. Echt een enorme, ja, een hele nieuwe drone-helikopter. Hè? Het is gewoon helemaal nieuw. Nooit eerder gezien. Grote politieauto erbij, een beetje Amerikaans met zo'n grote bumper erop. Politievrouw erbij. Nou, ik denk dat het ook wel een beetje een boefverhaal is, want die is toch weer iets aan het stelen. Zie, hij heeft een zaag meegenomen om het open te maken. Ja, en zo'n raketding erbij. En ook light and sound. Dus deze zal mooie politiegeluiden maken. En op de achterkant staat het allemaal nog een keer iets mooier uitgezet. Nogmaals, wil je het iets rustiger bekijken? Zet hem gewoon op pauze. Dan kan je de doos veel beter bekijken. Dan gaan we naar de laatste doos. Kijk, toch eens. Een groot politiestation. Maar dan, ja, meer met een groot vliegtuig erbij als dat het een politiestation is. De brandweerkazerne was best wel groot, maar de politiekazerne is iets kleiner. Misschien dat er nog een grotere doos voor komt, dat weet ik niet. Want ik heb ook nog geen nieuw foldertje waar het allemaal in staat. Hier zien we wel een ontsnapping van een gevangene, want de boef gaat er natuurlijk vandoor. Maar het vliegtuig kan hem daarna weer opsporen. Politiemotor erbij en natuurlijk een parachutist. En of dat echt werkt, ja, dat weten we niet. Hè? En zo'n raketmanier die ook heel hard kan vliegen. Eens even naar de achterkant van de doos kijken. Nou, er staat gewoon duidelijk op. Begin met de tekening of met zakje nummer 1 en 2. Volgt op en gaat bouwen. Maar ook dat gaan we doen volgende video's.
gaan we alle Lego setjes gewoon één voor één bouwen. Dan kunnen jullie ze nog beter bekijken. Nou, we gaan door naar de volgende serie. En heel eerlijk, het is helemaal geen serie. Het zijn gewoon wat losse onderdeeltjes van deze. Ja, die kan je bij een setje gebruiken die een paar jaar geleden ook uitgekomen is met wegwerkzaamheden. En je kan hem natuurlijk overal, want op het vliegveld wordt natuurlijk ook gegraven. En daar kan je hem bij gebruiken. Dus het is niet een nieuwe. Deze die kennen we eigenlijk al, maar hij ziet er toch net weer iets moderner uit. Nou, we hebben er gewoon een hele leuke, ja, hoe moet ik het zeggen, zo'n Adventure Jeep bij. Met een kano. En die man heeft ook een, laten we maar zeggen, een GoPro meegenomen. En dan kan hij zijn avontuur op het water filmen. Ook gewoon een heel leuk doosje. Kijk, er zit zelfs een kikkertje in. Nou, leuk om te zien. Gaan we ook een keer bouwen. Een losse boot. Altijd leuk, een boot. Voor mensen die een hele stad gebouwd hebben. En je hebt er een haventje bij. Is de boot natuurlijk altijd handig. Of die echt drijft, dat weet ik niet. Gaan we ook proberen. Want hier kan ik het er niet echt op terugvinden of die echt drijft. Maar we gaan het proberen een keer. We gaan hem gewoon een keer bouwen. En dan laat ik aan jullie zien of die blijft drijven. Dan hebben we dit. Dit is toch weer iets nieuws. Of eigenlijk is het toch weer niet. Dit is gewoon Lego City, maar voor 4 jaar en ouder. En de junior serie bij Lego gaat vervallen. En elke serie krijgt 1 of 2 doosjes. Nou ja, 4+ erbij. Het voordeel van het bouwen van dit autootje is dat je alles best wel gauw klaar bent. En dit is vaak 1 deel. En de bak is ook 1 deel. Dus ga je hiermee spelen, dan is het niet gelijk dat het helemaal uit elkaar valt. Kinderen van 4 hebben nog wel eens moeite om een autootje heel te houden met het spelen. Maar deze die blijft wel een heel stuk beter in elkaar zitten. Omdat het uit minder delen bestaat. De delen zijn wat dat er gaat wat groter. Ook gewoon een heel leuk speelsetje met een containertje erbij. En een bak erop. Kan je wat spulletjes in meenemen. Hartstikke leuk. Ja, dit kennen we hier eigenlijk helemaal niet. Want we hebben geen bergen en we hebben ook geen sneeuw. Maar bij de laatste sneeuwserie van Arctic van Lego. Ja, daar kan je deze ook weer prima bij gebruiken. Er zit een hartstikke mooie skier bij. Wil ik nog een keer gaan proberen als er echt sneeuw ligt. Maar dan moet er natuurlijk wel sneeuw komen nog dit jaar. Anders gaat dat natuurlijk niet lukken. Heel leuk setje, maar of die hier heel veel gaat verkopen. Want ja, wij kennen die dingen natuurlijk niet. In Oostenrijk en Zwitserland rijden ze genoeg. Maar hier in Nederland kom je ze niet heel veel tegen. Nou, dan vind ik dit wel een ontzettende mooie doos. Laten we het iets dichterbij halen. Een hele mooie vrachtwagen met een combine erbij om mais te kneuzen, denk ik. Ja, het is een maiskneuzer. Het leuke, er zit ook een hartstikke grappig poppetje bij in. Dat is echt wel een vogelverschrikker. Nou, er zal een boer bij zitten. Die zit er ook nog in. Dat is de vrachtwagenchauffeur en dat is natuurlijk de boer. Als ik aan deze kant kijk, staat het er ook gewoon heel erg leuk op de doos. En dit is wel een heel leuk setje. We hebben jaren geleden een keer een boerderijserie gehad. Jammer dat die er niet meer is. Misschien is dit een voorloper van een serie die nog gaat komen. Ik weet het niet. Nou, dit zijn alle dozen die vandaag nieuw binnen zijn gekomen. Ik wil dus jullie even laten zien. En binnenkort ga ik ze denk ik allemaal toch een keer bouwen. Want ik ga ze in mijn vitrinekastje in de winkel inzetten. En ja, dan moeten ze eerst gebouwd worden. En dat ga ik ook nog aan jullie laten zien. Nou, vond je het leuk deze video om alle nieuwe dozen vast te zien? Klik op vind ik leuk. En wil je ze allemaal zien zometeen? Nou, ga abonneren. Dan weet je zeker dat je niet één Lego film meer mist. En ik heb ook nog allerlei andere leuke filmpjes die ik elke week maak. En ik zou zeggen, nou, tot de volgende video, hè. Dag.